Ja, dat was een beter. Gaan we niks anders doen? Ja, kom, wat was dat hier voor? Ik weet niet, Jeroen die belde daar straks om te vragen. Ah, komen jullie niet naar... Jeroen, de spelletjesman. Ja, hij vroeg of we naar Komen wilden komen. En we moesten een skibroek aandoen. Maar je zijn in de Alpen of zo. Dat is toch, is toch zo... Nee, weet ik. Nee, hè? Dat is juist over de taal geweest. Ja. Ja, ik weet. We zijn naar Komen, jong. Komen, hier wie komen. En al. Ice Mountain? Maar nu moeten we nog Jeroen vinden. Jeroen. Hey Jeroen! Speed gaan we naar daar, hoor. Speed gaan we... Wat is dit? Dit is Guitar Hero 2. Jij gaat een held worden, jongen. Voor zover dat ik dan nog niet ben, natuurlijk. Cool. Okay. Ken de SingStar? Ja. Ja. Dit is hetzelfde, maar dan met gitaar. Dus, rock and roll. Spelen. Liedjes van Van Halen, Police. Wat is de bedoeling? Is eigenlijk dat je ziet de noten op je afkomen, dat zijn dus de fretten gespeeld en je probeert ze na te doen. Ja, voilà, je bent goed bezig. Goed bezig. Een beetje rock erin brengen, hè. Kom aan, maar een beetje rock. Als je goed bezig bent, zoals nu, Dan houden de meisjes van. Ja. Maar zoals een dit er nu bezig is, gaat hem uitgejouwd worden. Maar dus als je één foute noot speelt of je zit ernaast, dan hoort dat gewoon keihard. En ja. Is dat gewoon... Spelen ze een speciaal een foute noot. Speciaal verdieter. Je moet zoveel mogelijk goede noten spelen. Ja. En dan komt dat al in orde. Dan krijg je punten, dan krijg je cash, ja. Dan krijg je faam. Nieuwe gitaar. Een nieuwe gitaar, ja. Nieuwe amplifiers en dan reizen zo de Verenigde Staten rond. Dit spel op welke console is dat? Op alle consoles. Allee, vooral op de PlayStation 2 en de Xbox 360. Ja. Het is mega plezant met vrienden. Gitaren weg. Hup, smet ze kapot. Oké. Final Fantasy 12. Oké, okay, dus met de traditionele controller? Traditioneel is trouwens enkel op PlayStation 2 te krijgen. Ja. En dan betaalt ook alles op de PlayStation wat er nog in zit. De meeste mensen die Final Fantasy spelen, die kennen hem al wel. Ja. En ja, je bent fan of je bent geen fan? Genieten van de mooie beelden. Ah, wel, dat is Final Fantasy, hè? Ja. Dat is genieten van de mooie beeldjes. Final Fantasy is een zogezegd een RPG. Role-playing game. Dus je bent een karakter. Ja. En het verhaal staat min of meer vast. Heel veel filmpjes, dat is een kenmerk van Final Fantasy. En daar schuilt het mooiste kenmerk van Final Fantasy in. Oké, okay, dit is nummer 12, maar wat is nu het verschil met de voorgaande Final Fantasies? Goeie vraag eigenlijk. Het grootste verschil is eigenlijk dat het nu helemaal real-time action is. Allee, de vorige spelletjes lag alles vast wat je ging doen. En nu, als je moet vechten tegen een of een opdrachtje doen, dan gebeurt dat daar en dan. Terwijl vroeger moest je op een ander gaan. Allee, dan werd je aan het wandelen en opeens werd je uit het spel gehaald en moest daar een opdrachtje doen. Jij zit nu in een kasteel. Vluchten op dit eigenste moment. Aan het vluchten. Dat is trouwens, dat mag, hè, in dit spel. Hier is het niet van... Hoe lang houdt dit spel u bezig? Ja, is dat zoiets dat je als de nacht blijft spelen? Uren. Ik denk wel dat ik hier zou kunnen... Dat is iets voor ink. Ja, ik vind dat wel, ja? Wel oké, okay, zoiets. Ja. Destroy them all. The Empire. Ik heb nog iets bij. Lost Planet, maar dat is dan op de Xbox. Dat is een mega cool spel, echt waar. Wait, did you hear that? Yeah. Yeah.
speciaal gemaakt voor de Xbox 360. Is ook enkel op de Xbox 360 te verkrijgen. En wat is daar nieuw aan? Het is in de sneeuw. Een keer is het spelletje volledig in de sneeuw. Wat is het verhaal? De aarde warmt op. Binnenkort kunnen wij niet meer op de aarde leven. Dus de mens trekt naar andere planeten. We hebben een planeet ontdekt, maar er zijn een paar bewoners te veel. Het zijn nogal vieze beesten. En het is daar heel koud. Je hebt een missie of het is... Het leven zit vol met missies. Hè. Hoe begint het spel? Oké, het spel begint, je komt aan op die planeet. Ja. En uw papa wordt door die vieze beesten vermoord. Is dit toch niet tof zo, hè? Nu, wat is er ook leuk aan? Je knalt die beesten kapot, maar het is koud. Die verliezen hun lichaamswarmte en jij moet die lichaamswarmte gaan... Dat is uw levenskracht. Ja, want anders, jij verliest ook warmte. Op een bepaald moment gaat het dood. Het is mijn favoriet spel. Niet zozeer de singleplayer op mijn eentje, nee. Maar tegen ander, online. Live. Over de Xbox Live, ja. Multiplayer. Heel plezant. Maar is dan nodig dat er altijd een van uw spelletjes met geweren en grotere geweren die zijn zo... Kun je zoiets niet tennis meebrengen of wat? Is beter, geweer, via een controller. Dan in de echt baten, echt, hè. Ja. Oké, jongens, gaan we geen skieken doen, hè, nu dat we hier toch zijn op die Ice Mountain. Oké. Eerlijk toegeven, ik heb nog nooit op latten of op een snowboard gestaan, hè. Serieus? Echt nog nooit. We gaan lakken. Zullen we het u leren? Ja, jij traint. Oké, is goed. Okay.